ben Rieke Wachterveld, ik ben 20 jaar, ik kom uit Zeerenbroek. Ik werk in de ICT, daar ben ik systeembeheerder. Op. We zijn hier nu bij de Hof van Sion, hier woon ik. En ik wil jullie wat een en ander laten zien, dus kom mee. Dit is de eetkamer, hier eten wij. Ik kom uit een gezin met een vader en moeder en twee zusjes van 9 en 11. Het ging niet altijd even zoals het wezen moet. Het was soms wat spanning en kon wel aardig agressief zijn soms. En dat ging, soms ging het ook goed mis. Fysiek dingen kapot maken of dat soort dingen. Hier bereidt iedereen zijn of haar eigen maaltijd één keer per week. Dus ik ben bijvoorbeeld op zaterdag aan de beurt. Iemand anders is een andere dag van de week aan de beurt. En dan heb ik hier het recht alleen. Ja, de sfeer is gewoon goed. Het is hier gezellig. De omgeving werkt allemaal mee. Het is hier gewoon een open omgeving. En, ik heb hier vrij weg. En, ik vind die fantastisch. Hier hebben we de woonkamer. Zitten we altijd met het koffiemoment. Dat hebben we 3 keer per dag. Dan zitten we hier. En eten we met minder dan 6 personen. En dan zitten we daar. Lekker op jezelf. Lekker je eigen ding doen. Dat komt bij mijn ouders ook wel, maar dan heb je nog wel de moederlijke en vaderlijke zorg. Maar nu is het echt wel gewoon jezelf zorgen en zelf dingen regelen en doen. We doen natuurlijk ook veel spelletjes. Dus af en toe een gezelschapsspel of als je even wat wil tekenen. Of... Terwijl zelf voor dingen zorgen, denk ik kleding, denk aan shampoo, al dat soort dingen. Vaste momenten, zoals met eten om 6 uur en met de koffie om 8 uur hier te vinden. En soms ook met een spelletje of als ik gewoon even zin in een praatje. Ik werk momenteel aan mijn structuur. Ik ben iemand die heel erg door kan gaan. Dus af en toe word ik wel eens op de rem getrapt van, joh Rieke, nu is het klaar. En dat leer ik hier om goed mijn eigen grenzen aan te voelen. Ik heb een hele gezellige sfeer. Ik geniet hier enorm. Het is, je bent hier gewoon, het voelt echt als een thuis. En is dat het ook? Absoluut. Wat uit jouw opvoeding blijft jou de rest van je leven bij? Dat mijn ouders heel zorgzaam altijd zijn geweest. Hoe gek ik ook eigenlijk gedaan heb. En dat ze altijd wel open stonden, alleen dat ik niet open stond voor gesprek bijvoorbeeld. Ik denk dat het alleen nog maar beter wordt. Dat die band wel gaat groeien.